Goedemorgen. Ga je niet sporten vandaag? Nee. Hartelijk welkom allemaal hier in Theater De Voorvechter bij de sportverkiezing 2017. Daar hebben we het natuurlijk over. Mijn naam is Erik Volkers en ik mag jullie meenemen in een avond vol sport, spanning en sensatie natuurlijk. Hè. Ja, het motto is natuurlijk inderdaad, ben je een sporter, word je er een. Het valt er staat, zeggen ze, met een beetje talent, wilskracht, drijfkracht, motivatie, noem maar op. Ja, wat maakt je nou een goede sporter? Heb je daar een kast vol met prijzen voor nodig? Of bij die doorbijter die gewoon na 6 keer mislukken, die 7e keer weer gaat oppakken? Geen idee, misschien komen we er vanavond wel achter. Daar hebben we ook een hele vakkundige jury voor gelukkig, dus wij hoeven het zelf niet te verzinnen. Want we hebben een jury, dit jaar bestaande uit Jan Uithof, Douwe Prinsen, Arjan Breukeman en Marlon Stevelink. En zij hebben ervoor gezorgd dat vanavond de nummers 1, 2, 3 per categorie bekendgemaakt zullen worden. Alvast een applausje voor die jury. Ja. Ja, wij gaan naar een hele interessante categorie. De eerste, de sporttalenten. We zijn benieuwd, start de film. Dus voor sportverkiezing 2017. Haal ze met een davend applaus naar beneden. Nou, laten we hier eens beginnen. Wie hebben we hier? Sven. De enige rechte. Precies. Ja, jou is niet spotter. Ik bedoel, kickboksen, dat is niet zomaar iets natuurlijk. Hè. Man, hoe kom je er zo bij om dat te gaan doen? Ja, ik wil altijd al vechtsport. Heb je een lastige moeder? Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Gelukkig, je weet het nooit, hè. Oké, maar een vechtsport, dat is toch heel bijzonder? Dat doen er niet heel veel, denk ik. Nee. Gaaf, en waar doe je dat? In Hoogveen. Oké, en is er een hele grote groep actief? Valt ook wel mee. Oké, nou ja, dan ben je lekker exclusief. Dat moet je houden zo. Hé, en vertel eens eventjes, wat heb je allemaal gescoord? Want volgens mij ben je onwijs goed. Het is toch altijd lastig om te zeggen van jezelf, maar je mag hier lekker opscheppen. Derde met Nederlands kampioen. Europees kampioen en tweede van de wereld. Ik bedoel even, dames en heren, ja. Tweede van de wereld. Dat is gek wakker worden, als je dat beseft. Ja, dat wel. En wie is dan de beste? Ik dan. Ja, want er is er eentje die nog iets beter is dan jij. Dat is de eerste van de wereld. Wie is de wereldkampioen? Weet ik zo niet. Dat is ook niet belangrijk. Die kun ik zo vergeten trouwens. Hé, maar hartstikke gaaf man. Ja, blijf lekker zitten, want ik ben ontzettend benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, hier natuurlijk een applausje voor Claudia Binnenmars, de turnster. Claudia, hoe jong ben jij? 10. 10? Jeetje. Oké, en jij turnt ontzettend veel? Ja. En wat is veel? Hoeveel keer in de week train je bijvoorbeeld? 2 keer. Slechts. Dat valt me reuze mee. Dan ben jij degene met talent. Sommige dingen heb je gewoon mee, hè. Fantastisch. Hé, en waar turn je als ik vragen mag? Nu in Ommen. Bij welke vereniging? NRC. Oké, ja, dat mag rustig gezegd worden. Die hebben daar een hele belangrijke bijdrage in, denk ik. Hè. Doe je regelmatig wedstrijden? Jawel.
Zeker, anders zat je hier vast niet. Hè? Dan was je als talent niet opgemerkt. Durf je zo wat te noemen wat je aan prijs allemaal heeft gehaald? Vorig jaar 2 keer 4 op het NK. 4 keer 2e. 4 keer zilver. Ja, echt wel. Zeker. En dit jaar op het NK 2e, 3e, 5e, 5e en 6e. Nou, dat is toch een hele mooie prijzenkast vol. Daar gaan we best een applausje voor geven. Top, meid! Ja! Ja, dan hebben we hier een kast havenkort, dat kan niet missen. Het is voor jou volgens mij een bekende kruk, want ik heb eens gekeken. Maar jij hebt al onwijs vaak deze sporttalentenwoord gewonnen, hè? Ja, al 4 keer, ja. Al 4 keer? Ja. Nou, dat kan er wel even bij. Jij doet dus karten? Ja. Dat is natuurlijk wel de jongensdroom, toch? Ja, het is wel heel leuk, ja. Ja, heel leuk. Super gaaf, zeg maar, rustig. Is het een beetje overdreven als ik zeg dat jij de Max Verstappen van de toekomst bent? Want die is ook zo begonnen, toch? Ja, ik hoop het wel natuurlijk. Ja. Dat is wel jouw ambitie? Ja. Oké, okay. Dus lekker crossen, lekker gaan. Maar dat betekent ook regelmatig dit soort interviews geven. Vind je het leuk? Ja, het is best wel leuk, ja. Dat weet wel als je 4 keer gezegd hebt, hè? Ja. Fantastisch. Vertel eens even, hoe gaat het met jouw prestaties de laatste tijd? Nou, gaat heel goed. Ik ben dit jaar... vorig jaar ben ik Duits kampioen geworden en dat is, ik rij het Europees kampioenschap, het wereldkampioenschap en daar het hoogste topniveau, dat is hetzelfde met het Duits kampioenschap. Dat klinkt heel goed, er mag best een applaus voor gegeven worden, dames en heren. Ja, keurig. Nou man, we gaan ongetwijfeld nog heel veel van je horen, maar voor nu zijn we toch eerst ontzettend benieuwd. Zijn jullie nieuwsgierig naar de uitslag? Ja, ik ook wel eigenlijk. Jullie kunnen het zelfs daarvoor straks volgen. Helemaal een nekfractuur hierover houdt om achteruit te kijken. Hè? Ja, Peter, oh, je bent er nog gelukkig alleen. Ja, nee, daar ben ik heel blij mee, want jij mag de knop gaan drukken namelijk. Door middel van het drukken van deze knop wordt er een hele spannende film gestart. En dan gaan wij dus meemaken wie de winnaar is. En de nummers 2 en 3 natuurlijk. Let's go! Hij staat alweer bovenaan, jawel! Hij is bijna over de spreken. Tas! Sporttalent, 5e keer dus! Ja, super. Hartstikke idee, dat wordt een kastnimmer aan, Jan. Ja. Gaaf, nou ja, oké. Okay. Ja, het wordt bijna gewoontjes, merk ik. Hè. Ja. We gaan volgend jaar voor sportman, oké? Okay? Ja. Hartstikke goed, okidoki. Top! Nou ja, en hier, ik ben ook vast wel blij mee, toch, of niet? Je bent tweede. Dat is ook goed hoor. Dat is ook goed, precies. Ja. We hadden al 4 keer zilver, dan wordt dit gewoon, dit is ook zilver. Dat kan er zo prima bij. Nou, top man. En derde is helemaal niet verkeerd. Nee. Zijn niet boos worden, hè? Nee. Kickboxers heb ik het niet zo op. Oké. Nou goed. Jullie krijgen allemaal een fantastische prijs natuurlijk mee, zie je eens aan. En een mooie bos bloemen, begrijp ik. En nog ergens nog een rijke gevulde envelop, kortom. Bedolven onder die mooie prijzen. Dat is een prachtig filmpje wederom. Komt-ie! Zeker ook, maar wie wordt sportvrouw 2017? Oh jee. De eer is aan Jan-Peter. Jij mag de knop gaan drukken, de beruchte knop inmiddels, om het filmpje in te starten. En dan zullen we het weten over enkele seconden. Dames en heren. En dan de eerste plek. Ja, Vera. Daar ga je weer. Nou. Ja, leuk. Ja, precies. Het is vooral de waarderingen. Ja, zeker. Ja, dat is gaaf. Het komt zelf door de jury en door publieke waardering, begrijp ik. Een mooie mix daaruit. Maar je hebt hem weer. Applausje. Ja, de eerste prijs. En jij hebt natuurlijk niet minder gefeliciteerd, hè? Voelt bijzonder? Ja, zeker. Het was heel leuk om genomineerd te worden. Was dit de eerste keer? Ja.
Nou, dat is heel niet verkeerd. Volgend jaar gewoon weer, let maar op. Gewoon doorgaan zo. Hartstikke goed. Ja, oké? Okay? Ja. Volgend jaar weer. Precies, precies. Komt een moment, dan schieten we in de roos. Ja, absoluut. Kijk eens aan. Maar die bloemen heb je alvast en een mooie envelop. Zeer zeker. Helemaal niet verkeerd. Er komt geen bosje bloemen bij natuurlijk. En hij doet het met plezier. Jan-Peter, kijk eens aan. Een big smile. Heel goed. Mag ik jullie als prijswinnaars uitnodigen samen met Jan-Peter even bij elkaar te gaan staan? Natuurlijk ook voor het fotomomentje, het persmomentje wat erbij hoort. De Sportvrouw 2017. Irina Lambrink dus. Prachtig, prachtig. Man. Ja, nou ja, goed. Ja, man. Het wordt tijd voor de sportman van het jaar. Hè? Echt, oh. Oh, man. Start dat filmpje. Gaaf, direct bellen straks, sms'en, appen. Dat gaat gebeuren. Hartstikke goed. Doen. En natuurlijk voor Arnoud Nijhuis, die de divisie Paracycling voor zijn rekening heeft. Pa in dit geval mag dit alvast nemen. Dat zal ongetwijfeld een goede bestemming krijgen. Heren, mag ik jullie uitnodigen om even te gaan staan? Henk, wil je er ook eventjes bij zijn voor eveneens weer het persmoment? Nou, kijk eens aan. Daar worden we stil van. Applausje voor... deze hele prachtige opzomming van sportmannen bij elkaar. Dan wel niet vertegenwoordigd door. Helemaal super. Voetbalvereniging EMMS 1 uit Slagharen. Ook een van de vertegenwoordigers. Ah, dat moeten jullie nou nog gaan bedenken wie dat wordt. Dat is leuk. En Juventa 1, korfbal. Ook daarvan een van de vertegenwoordigers graag naar beneden. Mag ik even een applaus voor de sportploegen? Ja, en dan toch maar. Dit is de laatste categorie die we gaan doen. Hè? Dus ik ben heel benieuwd. Ja, zou jij uit de knop willen douwen? Een kleine woordspeling mag erin zitten, toch? Ja.
Sportgroep 2017 is geworden door Azari uit Vredelshart. Wow. Nou, eerste reactie. Blijdschap daarop. Je kunt het hopen, maar je hebt het volledig niet gedaan. Het is zoals het is, dankzij de jury en natuurlijk de publiekstemming. Applaus, DHC Vredelshart! Want er zijn er wel mensen, een avond vol sport, spanning en sensatie. Naar mijn idee is dat meer dan gelukt. Echt waanzinnig. Ik zeg een applaus even voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Daarvoor in de sportzaken natuurlijk zeker niet in de laatste plaats. En ze staan hier allemaal achter de coulissen, heel bescheiden. Ja, natuurlijk. En dan de jury. Ja, toch nog maar even een keer weer. Hè, die vierde die het allemaal toch hebben uit moeten zoeken. Dat lijkt me een zware taak. Jan Uithof, we zagen hem net. Douwe Prinsen, Arjan Breukelman, Marlon Steveling. Kom even naar voren, zou ik zeggen. Ja, en allemaal kom jij gezellig mee. Ik zet jullie toch even in het zonnetje. Je kon net niet shinen, helaas. Ja, maar dit zijn de mensen die wel knetterhard hebben gewerkt aan dit spektakel vanavond. Dus haal ze maar even hier naartoe. Bescheiden dat ze zijn. Natuurlijk de voorvechten, de mensen van de techniek, maar zeker u als publiek en sporters met elkaar. Waanzinnig. Dank jullie wel voor een hele gave avond. Sportverkiezing 2017. Ja, en laten we de traditie erin houden. Blijf gezond. Henk zei het zo mooi. Blijf vooral plezier en blijf sportief met u allen.